Goedemorgen, het is donderdag en wij zijn in een landbouwpark in Zeeland. En het is fantastisch weer, zoals je ziet. Wij zitten even lekker buiten. Als Niels zo terugkomt, die is even met mijn vader en mijn oom op de fiets. Dankjewel, schat. Mijn man brengt me een bakje thee. Die heeft net hard gelopen. Wij zijn hier met de family een weekje. En dat hebben jullie vorige week kunnen zien in de vlog. En we gaan nu morgen naar huis. Maar we hebben echt super geluk met het weer. En vandaag gaan we gaan zo even lekker naar het zwembad met Niels. En vanmiddag gaan we met een deel, in ieder geval met mama en ik en Niels, gaan we naar het strand. Dus we mogen niet klagen. Deze ligt even nog in de box. Die gaat zo weer lekker naar bed. En Niels ligt ook te slapen. En we willen straks eventjes naar het strand gaan. En ik denk Elin maar mee. Ik moet even kijken, want volgens mij heb ik ook zo'n zonnehoedje bij me. En dat gaat gewoon in de draagdoek. Het is echt fantastisch weer. Ik ben zelfs een beetje verbrand. Ik had me niet echt ingesmeerd. Het was ochtend. Ik denk ja. Maar goed, dat was geen goed idee. En ik verbrand eigenlijk nooit. Maar wel als ik zwanger ben, dan word ik ook veel sneller bruin. En ik denk dat ik nog die hormonen natuurlijk zitten, natuurlijk allemaal nog in het systeem. Dus ik ga alvast een beetje spulletjes pakken zodat we straks kunnen gaan. Maar ik leg haar nog wel even in bed neer. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag, wij zijn inmiddels thuis. Ik was ook mijn camera kwijt, maar ik wist zeker dat ik hem ergens in had gedaan. Dus ik dacht echt in de auto, waar heb ik hem wel gelaten? Maar goed, maar ik heb hem weer. We zijn thuis, we zijn even aan het opruimen. En we hebben nu nog een heel lekker weekend voor ons. En vooral zindelijkheidstraining, dat wil ik zeggen. Nu hebben we opruimen, je hoort het. Daar zijn we terug mee bezig. Maar het was echt een fantastisch ontspannen weekje met heerlijk weer en gezelligheid. Gisteravond weer gewonnen met Toepen. Yes! Had jij nou ook een keer gewonnen, Sven? Nee, hè? Gisteren niet, eergisteren wel. Alleen maar finales gespeeld. Zijn finales gespeeld. En gewonnen ook, maar niet allemaal. Goed, ik ga even uitpakken. Ik ben al een eind op weg. Nou, het meisje is uitgepakt en nu ga ik met Niels naar de speelgoedwinkel omdat hij zo goed op het potje heeft geplast en al een keer een beetje heeft gepoept. Dus dat gaan we nu belonen en dit weekend gaan we de Die Hard Potty Training doen. Maar om de motivatie hoog te houden, mag hij alvast wat uitzoeken. Want we hadden afgesproken, als hij het potje had gepoept, mocht hij een cadeautje uitzoeken en als hij een kaart vol had met plassen. En plassen gaat veel beter dan poep, maar hij had vanmorgen een beetje gepoept, dacht ik, loon dit. Dus we gaan nu naar de speelgoedwinkel. Het is hier een beetje ontploft, want hij is natuurlijk heel blij dat hij weer thuis is met al zijn speelgoed. Zullen we hier spelen? Ja, hier vind ik een hele mooie plek. En hij heeft net een cadeautje mogen uitzoeken bij de winkel. Weet je op je benen, Niels? Nou, dat weet ik zo. Ja, goed zo. En heeft hij Marshall uitgekozen, de brandweerpuppy van Paw Patrol. Met zijn brandweerauto, dus ik kan even mee spelen, hè Niels? Ja. Ja. Oké. Zo, wij zitten lekker op de bank. En ik ben even Dance and Dance aan het terugkijken. We hebben net ons weekendje weggeboekt, wat ik voor mijn verjaardag van Sven krijg.
En dan gaan we lekker naar Eindhoven in een hotel en dan weer een Michelinster restaurant, want we hebben de smaak nu goed te pakken. En de was zit in de droger. Ik heb mijn nagels even gelakt, want dat was ook hoog nodig. En ook even wat korter gemaakt, want ze zijn nog steeds langer, maar ze waren echt een beetje te lang. En ik ga zo beginnen aan dit boek. Het heet Slaap, hoe je baby van 0 tot 12 maanden doorslaapt. Nou slaapt één natuurlijk 's nachts door, dat is niet het probleem. Maar ik wil nog wat meer weten over slapen. Hier gaat het ook over voeden en al dat soort dingen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En ik kreeg onder andere van een van jullie de tip, maar ik had hem al vaker gehoord. Dus ik dacht, nou ga ik lekker een beetje lezen. En het schijnt dus echt wel een dikke pil te zijn zonder mij. Of tenminste, het is een dikke pil, maar er schijnt ook niet zoveel plaatjes in te staan. Dus het is een hele hoop materie, maar we gaan er doorheen. Ja, de kids liggen te slapen. En nou ja, we zijn weer thuis. En wat in ieder geval al stap 1 is, is dat Eden nu niet meer, zoals je ziet, niet meer in de draagdoek hangt de hele avond of aan mijn been geplakt ligt. Dus dat is al pure winst. Maar dat komt nog niet door dit boek, dat is door een artikel dat ik las van het Westerland ziekenhuis. Moet je maar eens googelen. En nou, we gaan gewoon lekker een beetje relaxen nu. Ik ga niet komen, ik een weer verkouden lijkt te worden, maar. Oh, de show begint weer. Even kijken. Goedemorgen, het is zaterdag en ik moest net echt heel hard niezen. Vandaar mijn look. Ik heb mijn sportkleren aan, want ik ga vandaag voor het eerst weer Zumba doen. En daar heb ik heel veel zin in. Ah, emoties. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik als een soort dweil daar rondhups. En inderdaad, sowieso moet ik nog niet te veel springen. Geloof ik mijn bekkenbodem als ik het zo voel. Als ik een mini sprintje achter Niels aantrek. Maar ga gewoon rustig aan beginnen. En ik ben heel benieuwd. Ik heb er in ieder geval zin in. Ik weet niet of, zeg maar, ik had daar natuurlijk al mensen met wie ik daar elke week ging. Finish mij, die start volgende week weer. Want die appte mij toevallig van, ga je ook weer Zumba? Die was een tijdje gestopt. Maar ik ben heel benieuwd of, zeg maar, de rest van de mensen die ik daar ken, of die er nog zijn. Want die zie ik natuurlijk alleen maar daar. Dus nou, ik ben benieuwd. Dus ik ga lekker sporten. Goedenavond. Nou, we hadden vandaag een thuisdag met, nou wat zei je, potjes training, slaaptraining. We doen geen slaaptraining, maar het is geen echte slaaptraining. Maar wel eventjes proberen rust en regelmaat en dat soort dingen voor haar te, voor elkaar te krijgen. Ik ben ook begonnen dus in dit boek. Probeer ik tussen de bedrijven door te lezen. Ik ben nu op bladzijde 52. Zoals je hoort, slaapt Niels nog niet, want die heeft nu in zijn range van stimme excuses, heeft hij nu bedacht dat dan een potje plassen ook nog wel leuk is om langer wakker te blijven. Het is inmiddels 8 uur. En nu is er ruzie, want ja, hij zegt nu steeds, want hij op een potje moet, dan ga je hem erop zetten, dan trek je dus alles uit, dan luier je nog losse bam. En dan moet hij toch weer niet, heb je het weer aan, dan wil hij het weer wel, maar je wilt het ook weer niet zien. Dat is heel erg een concept. Sven heeft eigenlijk een concept vanavond, maar die heeft ook zoiets als dit gekrijs aan twee kanten blijft, dan haak ik ook af. Want Eden is ook al de hele dag aan het huilen, dus het is een dag waar ik niet heel veel heb gefilmd. Een dag zoals de meeste moeders misschien wel zullen herkennen, maar een aantal waarschijnlijk ook niet. Ik lees nu net over de soorten baby's die je hebt. We denken dat Helen een combi is tussen de temperamentvolle en de sensitieve baby. Goed, dat klinkt wel goed. Hè? En nu ga ik deze berg was opvouwen en Dance and Dance kijken. En kijken of dat gaat lukken in alle rust. Dus het is echt een hele spectaculaire show vandaag. Goed, en morgen zijn we ook vooral thuis, want we zijn natuurlijk bezig met die potjes training. Het lukt op zich wel. Maar het is, het ging op Frans, ging het heel goed. En nu is het wel een beetje afgezwakt, zeg maar. Nou ja. Wat ook resulteert in heel veel boxershortjes wassen. Met z'n niks te lekker dansen en dansen te kijken. De mittens. Dan ga je wel door. Oh, hier komt andersom liggen. Zo, we hebben even boodschappen gedaan. En ik heb net before foto's gemaakt. Ik ga straks even vertellen waarvan. Maar eerst eventjes
boodschap uitpakken en we gaan iets van pannenkoekjes bakken. Ik zag een receptje bij Albert Heijn. Ja, middens. We hebben deze pannenkoeks gemaakt, dat wil zeggen Sven en Niels. Dus die gaan we nu lekker eten. Mag ik dat toch op? Ja. Ik was net even met een vriendinnetje wat drinken. En nu zijn de mannen gaan even voetballen. En ik ben overigens volledig vergeten te filmen, maar ik had het net over een nulmeting. En zeg maar, of before foto's beter gezegd. En dat zijn foto's van Mabadé. misschien dat ik er wel even eentje hierin doe, maar anders dan komt het misschien wel even op Instagram of zo voorbij aan het eind van de rit. Ik vind het wel best wel een dingetje om van die foto's te maken, want wat ga ik doen? Ik ga het Newborn Fit Mama programma volgen. En het is superleuk. Ik ga dat samen doen met Ed, Eddie. Ik heb daar in een ander filmpje al even kort wat over gezegd. Maar Eddie is de partner van Kimberly. En hij gaat ook zeg maar, zich meer op de voorgrond ook bezighouden bij Newborn Fit Mama. En ja, wij gaan daar samen... tenminste, hij gaat mij helpen om mijn prachtige body terug te krijgen. Nee, ik wil weer een beetje strak worden en fit. Ik heb niet zozeer een streefgewicht wat ik wil halen of een x-aantal kilo's wat ik wil afvallen. Want ik ben eigenlijk alweer redelijk terug op mijn oude gewicht. Maar al mijn spiermassa is echt volledig zoek geraakt. Ik mocht natuurlijk vanaf een week of 16 eigenlijk al niet meer sporten tijdens mijn zwangerschap. En ja, dat merk je. Dus ja, ik ben gewoon niet meer zo strak als ik wil zijn. Gewoon niet meer strak. dus ik wil graag strakker worden en weer fitter. Ik moet zeggen dat toen ik gisteren Zumba deed, dat mijn conditie me nog niet heel erg tegenviel. Maar ja, mijn kracht is gewoon weg en alles is gewoon slap en het flubbert. En ik wil het gewoon weer strak hebben. Ja, dit is het lichaam waar ik natuurlijk voorlopig nog even mee voort moet. Dus ik wil het gewoon weer... mooi en fit en gezond hebben. Ik ben al wel mijn eten aan het bijhouden. Ik heb het alleen de vakantieweek niet gedaan, maar het is een hele handige app. Ik ga er binnenkort denk ik nog wel eventjes een apart filmpje over opnemen, maar ik zal even de app erbij pakken. Dit is de app en daar zie je al van alles staan. Workouts, een rooster, voeding, je voortgang. Je hebt een community waar je met elkaar kan kletsen en je hebt de activiteitenkalender. En ik ben dus al wel mijn voeding. Ik moet het voor vandaag nog even verder bijwerken. Maar dat ben ik al wel aan het doen. En dat heb ik dus ook gedaan voordat ik op vakantie ging. Zodat er wel al een beetje een beeld is. Maar ik dacht op vakantie heb ik geen zin om de hele tijd met die app erbij. Het zit niet dat ik hele rare dingen heb gegeten. Eigenlijk helemaal niet. We zijn één keer uit eten geweest in een Michelinster restaurant. En we zijn één keer... Maar goed, daar eet je eigenlijk helemaal niet zoveel. En dat waren ook allemaal hele mooie pure producten. En we zijn één keer gewoon bij een restaurant geweest eten. En daar heb ik kipsaté op. Omdat dat een van de weinige dingen was waar geen lactose in zat. En dat vind ik ook heel fijn. Dat kan ook gewoon met dit programma lactose intolerantie. En dat is natuurlijk wel ja, voor mij heel fijn. Want ik kan natuurlijk geen kaas en zo eten. Ik ben trouwens wel heel benieuwd naar tips voor leuke recepten. Want ik wil eigenlijk wat vaker vegetarisch eten. Maar heel veel vegetarisch eten heeft kaas. Bijvoorbeeld een lekkere vegetarische salade heeft kaas. Of een gevulde aardappel met... bijvoorbeeld met feta of zo. En dat mag ik allemaal niet. Dus heb je leuke tips. Dan kom je natuurlijk vrij snel uit op vegan. Maar ja, ik ben heel benieuwd naar leuke tips en recepten. Op de app van Newborn Fit Mama staan ook verschillende recepten. Ik heb ze nog niet allemaal bekeken. Maar ik geloof dat ze nu ook bezig is met meer recepten. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Als het goed is ben ik over 3 maanden een stuk fitter dan nu. Sven die zei dat hij ook graag mee wil doen. Niet zozeer met het programma. Maar wel, tenminste, dus hij doet gewoon wat ik doe qua eten en drinken. Tenminste, voor zover hij heeft een eigen programma. Omdat hij ook dingen met zijn darm heeft. Net zoals dat ik het heb, maar dan weer anders. Maar wel ook gewoon dat we samen proberen te gaan sporten. 'S avonds thuis. En ja, dat is natuurlijk enorm motiverend om dat met z'n tweeën te doen. Dus dat vind ik heel leuk. Oh, daar komt ze weer. Ik ga mijn verhaal verronden. Ik ga naar haar toe, want ze is even niet zo blij. Dat hoort er ook bij. Ik ga rollen. We hebben een bestelling gedaan. We doen het eigenlijk nooit, zoals jullie wel weten. Maar we hebben nu frietjes van het frietatelier met stoofvlees. Handen.
Goedemorgen deze morgen. Het is maandag, ik was gisteren vergeten af te sluiten. Het past ook wel helemaal in het thema van deze vlog. Het gaat lekker met vloggen deze week, ook mooi. Sunbeam. Ja, we zijn gisteren gewoon druk geweest met die body training en slaaptraining doen we niet, maar je snapt wat ik bedoel. En Niels is vanmorgen weer op het potje geweest, dat ging heel goed. En hij is vandaag naar, zit hij om heel aan te kijken. Gaat nu een deur open. En hij is vandaag naar het kinderdagverblijf en toen dacht ik ja, en dan, weet je, om hem nou echt zonder luier op pad te sturen, dan moet ik ook zes boxershorts meegeven. Dus ik heb hem wel een luier aangedaan, een luierbroekje weliswaar. En dan, nou ja, zou Sven even aan de Leidse uitleggen dat we daar wel druk mee bezig zijn. Ik probeer het een beetje, ik had eerst bedacht ik ga gewoon zo'n 3 dagen die hard ding doen. Maar ja, met 1 reisdag erbij is dat eigenlijk gewoon niet haalbaar. Dus en we proberen het ook een beetje met de zachte hand. Dat moet ook leuk blijven, ook omdat hij er nog niet... Eigenlijk, ik ga er even bij zitten, jongens. Waarom sta ik hier eigenlijk? Ook omdat hij er eigenlijk niet super in geïnteresseerd was. Dus hij heeft een fase gehad dat hij het potje heel leuk vond. Ja. En daarna was hij er eigenlijk klaar mee. Dus ja, en als je dan... Kijk, als een kindje heel graag wil, dan kan ik me voorstellen dat je gewoon iets meer... Maar ik had nu zoiets nou een beetje rustig aan. Goed, lang verhaal kort. Hij heeft een naar het kinderdagverblijf. Ik ben heel benieuwd hoe het vandaag gaat. Nou ja, we gaan het zien. En deze week gaat hij een dag extra naar het kinderdagverblijf. Dus dat maakt dat het ook nog weer lastiger is. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Hè, Mittens? En ja, dan zien jullie mij volgende week weer. Ik ben heel erg in dilemma. Ik weet wie herkent dit trouwens, als mama's. Ga je nou eerst de dingen, zeg maar de dingen doen die je wil doen qua even op je kont zitten en een boekje lezen? Of ga je eerst al je taken afhandelen? En dan hink ik altijd op 2 gedachten. Want als je al je taken hebt gedaan, zeg maar, dan heb je dat maar gehad, zeg maar. En aan de andere kant, ja, als de hele dag in de soep loopt qua slapen en zo, dan heb je in ieder geval nu nog even een momentje voor jezelf gehad. Dat vind ik altijd heel lastig. Laat me weten wat jullie doen. Ik ben heel benieuwd. Ik weet nog niet waar, welke kant we op gaan slaan vandaag. Maar in ieder geval ga ik nu... Ja, ik ga denk ik beginnen met een taak. Oh, mijn batterij is ook leeg. Dat is een mooi moment om af te sluiten. Ik hoop dat jullie toch een beetje een leuke vlog vonden. Ik wil je heel erg bedanken. Ik zie je heel graag woensdag bij een extra video. Volgens mij is er komende woensdag een extra video. En anders heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Dankjewel, doeg!